Het modeverschijnsel van het moment is carjacking. Je kon de afgelopen week je tv-toestel niet aanzetten of je zag het wel ergens gebeuren. Alleen kon je wel altijd goed zien dat het niet echt was, maar een inderhaast ineengebokste reconstructie. Voor het inhuren van acteurs is geen tijd en dus wordt de klankman al gauw verplicht het slachtoffer uit te beelden en de werkloze broer van de cameraman krijgt 500 frank in zwart om even autodief te spelen. In het volgende fragment is zogezegd een kleine botsing veroorzaakt om het slachtoffer uit zijn auto te lokken. En als u goed kijkt, ziet u hoe het slachtoffer achterom kijkt om zeker te zijn dat de dief op komst is. De botsing is er natuurlijk nooit geweest. De tweede auto staat gewoon heel dicht tegen de eerste. Nog een voorbeeld. Hier sleurt de dief het slachtoffer uit zijn wagen en de dief heeft het moeilijk om zijn lach in te houden. Tot slot moet het zogenaamde slachtoffer nog even hardlopen achter een wagen die eigenlijk niet van hem is. Kan dat beter? Mogelijk wel. Maar kan dat beter in zo korte tijd? En hoe gaat het eraan toe bij zo'n opname? We beginnen. Dus welke auto wordt gecarjacked? Dat is die beslissing moeten we wel nemen. Wie rijdt daarmee? Het is misschien niet proper, maar... Okay. Hoe reageren? Dat zullen we wel zien. Hij wordt eruit geslingerd, hè? Geslingerd. Zet je mes met deur. Doe maar. Ja? Ja, lichtjes botsen, hè. En wij gaan naar daar dan, hè. Draai die motor. Nee. Hij moet kunnen vluchten, hè. Goed, hè. Even de sleutel. Godver... Ja. Wat is er aan, Mathieu? Hup! Goed, Karel, goed. Allee, ja. Nog stampen tegen die auto. Ja! Ik heb wel oké. Wat is er nu? Wat is er fout gelopen? Ik rijd er tegen dus, hè? Ah ja? Mag je er tegen? Ja, nog een meter af nu, hoe belachelijk is dat? Dan moet hij hier niet staan. Oh ja, kijk, hij stopt in elk geval, want iemand rijdt in zijn kat. Dus hij stopt. Ja, maar naar voren. Vlieg even naar voren, Hugo. Tegenstander, kijk daar alleen. Ik zal het nog één keer doen, toch? Oké. Doe maar! Hebben we het? Volg, hè? Hier, en botsing, hè? Ja, is goed gedaan. Loop er nog wat achter. Ik denk dat te doen is, dat die botsing was wel laag. Ja. Ik heb al geschud voor we gebotst hadden. Ah ja. Misschien dat de dieren nog iets langer had moeten achterlopen. Ja! Door de botsing.